Met het hijsen van 4 vlaggen werd vorige week dinsdag het startsein gegeven voor de bouw van het Westcourt Hotel. Het hotel komt aan de oostwand van de Grote Markt, tussen Vindicat en Merkt. In het hotel komen 120 kamers, een grand café en een vrij toegankelijk dakterras. Het hotel krijgt een eigen bakkerij. De eerste broodjes zullen in het voorjaar van 2020 worden gebakken. Zo zag de skyline van Groningen er de afgelopen 4 jaar uit. Momenteel ontbreekt er echter één van de hoge blikvangers, de Groene Torenkraan. Na 4 jaar trouwe dienst werd 2 weken geleden ook de tweede vaste kraan voor de bouw van het Forum afgebroken. Deze Groene Torenkraan is 85 meter hoog en heeft een giek van 81,5 meter. De afbraak van zo'n immense kraan vergt dan ook groot materieel. 2 kranen waren nodig om de kraan te ontmantelen. De grootste van deze 2 kan zelfs 450.000 kilogram tillen en werd hier gebruikt om de onderdelen van de groene kraan af te takelen. Maar daarvoor moest hij wel een langere snuit krijgen. Eerst haalde men de kleine delen van de kraan. Daarna tilde men de ballastblokken achter uit de giek. Vervolgens werd het spannend. Het voorste gedeelte van de giek moest eraf.
en zo werd deel voor deel de kraan ontmanteld. Dit duurde uiteindelijk 3 dagen. Als er nu moet worden gehesen, doet men dat vanuit de schoolstraat met een mobiele kraan. Het weghalen van de Groene Torenkraan verandert niet alleen het stadsbeeld. Ook zijn bestuurder verliest hierdoor zijn plek. 4 jaar lang zat Dirk van Hoorn hoog boven alles en iedereen verheven. Soms in de gele kraan, die in maart al is weggehaald. En de laatste tijd vooral in de groene kraan. Wij waren bij hem op zijn laatste werkdag. Goedemorgen Dirk, jongen. Goedemorgen jongen, ik kom eraan, Appie hoor. Ik ben onderweg jongen. Dat is altijd op de laatste dag van de kraan. Moet alles nog even gebeuren, hè? Ja, hè? Ja, echt. Oh ja, is prima, is goed jongen. Heb je wel een fantastisch uitzicht. Hè? Mooi hè? Ja. Ja. Als het helder is helemaal, dan heb je een mooie, dan zie je veel hoor. Ja. Maar de Eemshaven en de vuurtoren zie je. Die kun je ook wel. Ja, ik zie de Eemshaven ook. Ja, dat kun je ook wel zien hè? Ja. Hey, kom eraan mee jongen. Hou maar gewoon vast, ik ga gewoon door. Kijk, dat is nou een nadeel van zo'n lange giek hè, je zit de bonken in te doen. Ja. De jongens voelen dat niet, maar jij zit wel de hele dag dat je denkt van... Ik zal kijken, dan haak ik hem een beetje stil houden, Appie, met die wind hoor, want het waait hier aardig nou. Hoe hard waait het? Oh, je hebt vlagen nou. Ik had net voor het in de windkracht 6 erop staan. Zo? Ja, dat valt nog mee, maar goed, je hebt een lange giek hè, en die moet je... En die klapt het beste heen en weer nou met een beetje wind. Mooi jongen, dankjewel. Appie, of waar sta je Robert? Onder de krant op Noord. Kijk, je moet altijd rekening houden, daar zitten altijd mensen buiten. Hè? Dus daar mag je nooit overheen draaien. Zie je dat? Als je hierop kijkt. Het Feithuis. Ja. Het is nou nog heel vroeg. Jawel, maar er loopt altijd wel een schoonmaker of wat. Moet ik verder door, jongen? Ja, kom maar doordraaien, jongen. Kom maar doordraaien. Ik hou je in de gaten. Kijk, daar staat hij onder deze steiger, staat hij. Daar zie ik hem niet. Oké. Kijk, als ik hem nou inzoom, dan komt hij vanzelf in beeld. Kijk, daar staan er 2. Oh ja. Ja. Maar even zeggen dat ik op hoogte ben, jongens hoor. Ja, dat kun je haast niet zien, hè? Nee. Nee, daar moet je wel heel rustig aan doen. En de wind die staat nou op al op die giek, dus dat voel je ook wel. Zeg maar wat naar rechts toe. Hij komt eraan, heel rustig aan hoor. Hij komt naar je toe. Kijk. Oké, dan man.
Dit is allemaal glas. Ja. Dus dan moet je zo mee uitkijken, want het zijn van die dure jongens wat erin zit. Als je hier kijkt, zie je ze niet. Je moet continu een beetje bezig zijn met je ijsblok, want kijk, hij waait als het ware tegen de gevel aan elke keer. Allemaal rustig houden en trek maar rustig naar links, jongen. Ja, hou de bandjes even in de gaten, jongens, hoor. Dan trek hem rustig weg. Dat was het eerste ijsje van de dag? Ja. Het is je laatste dag, hè? Ja, het is mijn laatste dag hier. Dat is nog wel jammer. Ja, dat spijt me nog wel. Ik heb een hele mooie tijd gehad hier. En ik ben daar wel heel blij om dat ik al die jaren hartstikke veilig heb kunnen werken hier zo. Voor mij wel een item geweest. Daar ben ik heel erg blij om dat het altijd goed is gegaan. Ja, want hoezo wil het wel eens niet veilig zijn dan? Ja, er kan altijd wat hoort het uit de kraan vallen, ongemerkt, of een hijsband afscheuren, dat weet je niet van tevoren. Dus, nee. Of je maakt zelf een fout. Dat zou ook kunnen, daar hoop ik nooit op. Heb je al zo'n fout gemaakt hier? Nee, echt niet. Oh. Gelukkig niet. Nee. Kijk. Nee, er staat nou wat meer wind hoor, dat kun je wel merken. Want waar merk je dat dan? Aan de kraan, aan voor het hijskabel. Als ik hem loslaat, nou, de hendel, ja? Waait hij gewoon weg. Oh. En als ik hem zet op de zwenkrem, dan gaat jouw het hele kabel klapperen als het ware. Oké. Okay. Het ijskabel. En dat vinden ze honden niet echt prettig. Dus je moet de hele tijd bijsturen? Ja, kijk, ik zet hem even stil nou. Ja. Dan kun je straks wel zien, dan gaat hij continu straks gewoon heen en weer. Omdat die wind, die flappert gewoon aan de zijkant erop. Kijk, daar gaat hij al. Eerst naar rechts en straks naar links. En dat is voor het hun ook niet echt prettig. Zie je, hij gaat een steeds grotere slag maken nou. Ja. Licht. Even zeggen, Robert, dat ik weer hoogte ben, jongen. Komt helemaal goed, hè? Ik ben bij je. Ja, dan komt het goed, ja. Nou zie je dat die stijger schuin loopt, hè? Ja. Dat is altijd heel... Daar moet je machtig aan... aan hoe het in het denken, zeg maar. Ja. Ja. Want vaak denk je, oh, hier zo, ik ben er al boven. En dan hang je er nog helemaal naast. Ja, komt die jongen. Maar dan merk je wat die kraan doet met die wind als je kijkt. Ja. En het waait nog niet eens zo heel erg hard. Oké, dat heb ik allemaal rustig op, jongen. Hoe zwaar is zo'n ijsblok? Oh, een paar ton wel. Meen je nog? Ja, een zware jongen, ja hoor. Allemaal gietijzer, er zit erbij door, hè. Ja, daar kijk je op. Ja. Kijk je hier zo, dan denk je, oh, het is een blokje van niks. Totdat je boven hebt, dan heb je. Dan zie je pas dat het een grote jongen is. Waar jij bij staat, Appie, hè? Hallo. Mooi jongen. Dat is een prima kerel, een goede aanpikker. Ja? Ja, daar ben ik erg blij mee dat hij hier hoort. Wij het hebben altijd op het werk altijd een vaste aanpikker. Ja. En dat is zo prettig werken. Ook voor de veiligheid, maar goed. Ook wat hij zegt, een stukje links, een stukje rechts. En je weet heel vaak wat hij bedoelt. Wat wil je daarna, Robert? Uitschuiven. Zeg hij weer inschuiven. Alsjeblieft, mijn alsjeblieft. Hou maar gewoon vast, Robert, hoor. Hou maar gewoon vast, jongen. Hij komt vanzelf naar je toe. Robert, moet ik nog verder inkatten of moet ik hem laten zakken, jongen? Ja, alleen maar een beetje zakken, want dan kan ik er beter bij. Ik heb maar een klein jokje. Mooie grote schoenen aan, jongen. Ja, ik heb wel nieuwe blokjes gekocht voor Robert. Oké, jongen, kat hem maar in.
Er steken hele lange stijgerbuizen uit en dat zie je niet vanaf boven. Als je daar zo kijkt, ja, zie je het wel. Ja, dat is vet. Dat is een geeft... ja. En die staat. Ja, die stijgers lopen echt helemaal scheef weg hoor. Dan moet je echt heel goed in de gaten houden. Ik heb een meter hier wel. Hoogtemeter, dieptemeter, maar goed. Eén stijgerbuis is 1 meter hoog en de andere is 3 meter hoog. Het is bijna niks hetzelfde hier. Dus ik vraag altijd, ben ik op hoogte? Als de jongens zeggen het is goed zo, en dan haal ik hem pas naar de stijger toe. Een hoogte, dat is, hier is niks hetzelfde, geen één hoogte. Dat is hetzelfde met hoeken. Dat is eigenlijk een heel uitdagend gebouw voor jou. Ja, heel mooi gebouw, ja, ja, ja. Heel apart. Ja, waar ligt voor jou de uitdaging in je werk? Dat het veilig gebeurt. Dat vind ik het mooiste. Okay. Als ik s'avonds naar huis ga en ze zeggen, jongens, het was een mooie dag. Dan heb je zelf een supergoed gevoel dat je veel hebt gedaan. Ja. Maar de uitdaging is echt dat het veilig gebeurt, zeg maar. Ja. Dan ben je zelf een beetje trots. Ben je wel eens bang? Nee. Nee, hoor, als je dat bent, dan is het heel slecht op een kraan. Het enige wat ik wel eens heb, als het stormt, zeg maar, en het gaat echt hard, en dan denk je vaak, ach, het gaat nog wel, er staat een beetje wind, het komt wel goed, en dan komt die bui er toch in één keer aan, en het slaat echt in één keer uit op 90 kilometer per uur, dus zeg maar de windstoot. Dan heb je zoiets van, ik moet het maken dat ik eruit kom. Ja. Ik draai dan nooit hoor met storm. Ik wacht altijd de bui af en dan denk ik, ach, het gaat wel weer, het is over. Dan ga ik weer door. Maar als het echt hard gaat, dan ben ik heel snel onder. Ik zal eens even laten zien zo. Kijk, dan ga ik remmen, hè? Ja. Maar geen vol. Kijk wat de giek doet, Gens. Oh ja. Kijk. Oh, die gaat zwiepen. En zet ik hem stil. Kijk, dan ben ik gewoon. Doe ik niks. Moet je kijken wat hij doet. Moet je voelen. Ja, man. Kijk, en als je dat de hele dag hebt, kijk je ijzaak gaat. Kijk eens. Dan sta je gewoon stil. Ja. En dat moet je eigenlijk zien te voorkomen door heel rustig te draaien. Ja. Zoals nu heb je er gewoon een hele grote slag in zitten. Dan moet je heel kalm. Hoe krijg je die slag er nou uit dan? Ik ga met de giek achter het blok aan. Als het blok daarheen gaat, ja, dan ga ik er achteraan. Dan geef ik gas bij daarheen. Oké. Okay. Oh ja, dan komt hij er recht boven. En dan heb ik de slag er aardig goed. Dan voel je wat hij doet, hè? Ja. Kijk, en dat is nou. Dan moet je gewoon kalm in. Ja, want jij raakt niet in paniek, hè? Nee, maar dat moet ook niet. Ik geef eerder een beetje tegengas nou, als dat ik daarheen zwijg. Ja. Want als je wind pakt, heb je hem ten gegeven aan. Kijk, ja, en waait er zelf heen. Ja. Kijk, dat is mooi. Oké, dank je. Is je goed, jongens? Perfecto mundo. Hartstikke mooi. Allemaal met zakken. Oei, kijk eens. Ja, daarom zeg ik, je moet er continu blijven kijken. Want hun zien het vaak niet. Het is gewoon even de ijsband eronder weg trekken. Ja. Zie je dat? Ja. En je kunt ook niet in één keer de andere kant op zwenken, want dan... Oké, daar gaan we maar even rustig op, jongen. Dan vliegt de ketting weg. Ja, de ketting. En de jongens, die schrikken zich rot. Ja, dit was echt... maar als je dat een tijdje hebt, dan weet je ook niet anders. Dit leek mij vrij griezelig. Ja, het is maar waar je van houdt. Hij is vrij, jongen. Wat is het? Ja, Appie. Eén zit op een vrachtwagen en die vindt een vrachtwagen prachtig. En een ander vindt dit mooi, een ander vindt dat mooi, ik vind dit mooi. Ja. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Appie, bedankt jongen.
Jullie bedanken elkaar allemaal. Ja. Ja, daar zit de standaard in, hè, je zo. Heb je niet meer nodig. En je vraagt ook altijd, heb je nog meer, of wil je dit nou doen, of wil je dat nou doen? Ja, zo gewoon een dak, we zijn nog gewoon een dak, joh. We hebben daar ook weer vanaf. Ik krijg eerst twee landen houden. Dan hebben wij een beetje voor links, dan kan die laden, hè. Ja, zo, kom maar. Nee, dat is hier altijd goed, hoor. De sfeer en altijd een stukje dankbaarheid naar elkaar toe. Ja, mooi. Ja, en elkaar een beetje voor de gekke houden we altijd mooi. Ja. Ja, dat moet ook kunnen, hè. Er moet ook een beetje wat in zitten. Nee, ik vind het jammer dat ik hier wegga. Maar ja, voor dat één keer houdt het op, hè. Ja. Want waar ga je nou heen? Amsterdam. Oh. Dat is de andere kant van het land. Dan gaan we naar de Zuidas. Ik maak het hier nog even af vandaag. Ja. En dan is het voor mij hier zo het eindoefening. Maar ik heb het graag gedaan, hoor. Ik had dit echt niet willen missen. Wat een wind, hè? Nou, joh. Dan kun je voelen wat hij doet, hè? Ja. Oh, nou kun je mooie film maken, zo. Maar nou stuur je niet meer? Nee, hij waait op de wind. Ik heb hem vrijgezet. Ik wacht op de monteurs. Oké. Dus laatste ijsje was gedaan, zeiden ze, dus nou, dat is goed. Doen we rustig aan.